Hoi allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik het met jullie hebben over een van mijn favoriete platformen om te investeren en dat is Scramble. Scramble is een vrij jonge partij waar je in kan investeren in startende bedrijven. En in plaats van dat je zelf bedrijven moet uitkiezen, presenteren zij elke maand een batch met 10 tot 20 bedrijven waar je in kan investeren. Een soort ETF eigenlijk. En op die manier kan je dus eigenlijk leningen geven aan al deze bedrijven tegelijkertijd. Dat maakt het een stuk veiliger en erg interessant. In mijn ogen zitten er ook veel voordelen aan Scramble ten opzichte van de concurrentie. Zoals je misschien al weet, heb ik ook vaker een video erover gemaakt. Dus ik ga dat zo nog even goed doornemen met jullie. Maar ik wil eerst even laten weten, dit gaat om een samenwerking, een gesponsorde video. En Scramble heeft ook een aanbieding voor jullie. Dus als je je aanmeldt via de link in mijn beschrijving of met deze kortingscode. Als je daarmee aanmeldt, dan krijg je 5 euro gratis bovenop de bonussen die je al standaard al krijgt. Mocht je dus willen investeren bij Scramble, doe dat dan via de link of deze code. Zoals ik net al benoemde, Scramble is een partij waar je in leningen kan investeren. Je geeft dus eigenlijk leningen uit, hè? Kortlopende leningen aan bedrijven in de consumer goods brands. Dus veel bedrijven die bijvoorbeeld eten of drinken maken, verschillende opkomende bedrijven, bepaalde niches, etc. Dus je moet het wel interessant vinden om daarin te investeren of in ieder geval in die leningen te investeren. Wat ik al zei, het zijn vaak kortlopende leningen van 6 maanden als standaard en die kunnen doorlopen tot 24 maanden. Tot nu toe ben ik al sinds december bij dit platform ben ik aan het investeren. En tot nu toe heb ik eigenlijk altijd alle repayments op tijd gehad. Tot nu toe nog geen uitloop. Mocht het natuurlijk wel uitlopen, dan krijg je er ook een hoger rentepercentage voor. En wat Scramble doet is eigenlijk elke maand een nieuwe batch aan bedrijven neerzetten waar je dus in kan investeren voor die leningen. Dus je hoeft niet zelf te gaan zoeken naar bedrijven. Dat doen zij. Ze pluizen ze goed uit. Ze kijken naar de financiën, naar het bedrijf, naar de eigenaren achter de bedrijven. En al die dingen kan je ook zien. Dus je kan ook helemaal in de badge inlezen bij elk bedrijf. Je kan de sites even bekijken, de platformen die zij eigenlijk hebben. Je kan de eigenaar even bekijken. Vaak alle informatie staat erop. Dus kan je zelf ook goed kijken of je het een interessante badge vindt om in te investeren. Het kan ook zijn dat je zegt, nou deze maand niet, ik ga een maand later. Maar elke maand lopen zo'n badge van de eerste van de maand tot ongeveer de helft, ongeveer de 15e, 16e vaak. Tot die tijd kan je investeren en daarna begint de lening. En dat loopt dan een half jaar of langer. Nou, Scramble kent twee typen leningen die je kan uitgeven. Een type A-lening en een type B-lening. En het verschil daarin is het risico. Bij een type A-lening krijg je 5% op 6 maanden. En als het uitloopt, dan kan het oplopen tot 12% per jaar. Dat is een flink rendement wat een soort van gegarandeerd is, zolang de bedrijven het kunnen terugbetalen. En bij een lening type B krijg je tot wel 9% per 6 maanden. Wat zelfs kan oplopen tot 30% per jaar. Omdat dan de percentages omhoog gaan die daarop worden uitbetaald. En dat werkt als volgt, elke maand, tenminste als je investeert in lening type A, krijg je elke maand uitbetaald. Krijg je elke maand een deel van de kosten terug. Het gaat dan om een klein deel en aan het einde van die 6 maanden krijg je het restbedrag terug. Dus je krijgt elke maand, stel je investeert 100 euro, krijg je elke maand misschien een paar euro. En na het half jaar krijg je eigenlijk het restbedrag terug, wat waarschijnlijk dan nog 90 euro is. Dus na een half jaar heb je eigenlijk weer het geld beschikbaar. Kan je het weer herinvesteren of uitcashen met winst. En bij een lening type B krijg je dus niet elke maand betaald, maar krijg je dus aan het einde in één keer alles. En het is natuurlijk zo dat als stel er is één of meerdere eigenaren die het niet kunnen terugbetalen, in dat geval krijgt lening type A in eerste instantie het geld terug en daarna pas lening type B. Nou, bij lening type A zit er nog wat extra securities ingebouwd, extra veiligheid. Stel een van de bedrijven kan het niet meer betalen, de lening dan heeft een eigenaar ervoor getekend om nog tot 20% van die lening uit eigen vermogen af te betalen. Dat mogen ze over een langere tijd doen, maar op die manier komt het geld dan nog wel gedeeltelijk terug. En dat is dus specifiek het gedeelte van lening type A. Het voordeel sowieso is natuurlijk al dat je in een grote groep zit in de batch van augustus. En voor deze maand bijvoorbeeld zitten er 17 bedrijven. Stel één bedrijf valt uit, dan kan het zijn dat het om een paar duizend euro gaat in een hele batch. En dat het voor jou dus misschien maar om een paar euro gaat wat je misloopt als je bijvoorbeeld een paar honderd euro investeert. Dus op die manier heb je sowieso wat extra veiligheid ingebouwd. Nou, daarnaast wat ik al zei, bij een lening type A krijg je dus ook al elke maand een stukje uitbetaald. Dat zijn eigenlijk de fees die ze betalen, de rentes die ze erop betalen, de winsten die jij dus maakt. Die betalen ze al elke maand uit, dus je krijgt al eerder dan het einde van die lening je geld, of een deel van je geld. En daarnaast heb je nog de mensen die in lening type B investeren. Die vangen eigenlijk ook een stukje af voor lening type A, want 15% van die investeringen die wordt eigenlijk gebruikt eigenlijk voor het uitbetalen van lening type A. In eerste instantie tot dat geld terug is. Dus bij lening type B heb je dus gewoon wat meer risico, maar dus ook een hoger rendement. En dit zijn dus wat zij noemen de triple securities voor lening type A, waardoor je dus veiliger kan investeren met een veiliger rendement. En als je dus meer risico wilt nemen, dan kan je dus voor lening type B kiezen. Nu weet je een beetje hoe het platform van Scramble werkt en welke type leningen er zijn. Ik ga nu even kort met jullie op de site bekijken
hoe die leningen nou precies uitpakken. Want daar heb je een calculation tool waarmee je met een compound interest kan rekenen hoeveel je zou verdienen op de lange termijn. En dan weet je een beetje wat je kan verwachten als je gaat investeren bij Scramble. Tot nu toe heb ik zelf gemerkt sinds december dat het altijd goed gaat met het uitbetalen. Dat vind ik altijd erg prettig. Dus tot nu toe heb ik geen klachten en het lijkt heel erg goed te werken. Ik vind het een fijn platform en daarom kan ik het zeker aanbevelen. Nogmaals, als je dus wilt investeren bij Scramble, doe dat dan via de link in mijn beschrijving of met de kortingscode die je in beeld ziet staan en die je ziet staan in de beschrijving. Als je één van de twee gebruikt, dan krijg je 5 euro extra bonus bovenop de bonus die Scramble al uitbetaalt. Dan gaan we nu kijken hoeveel je precies per lening betaald krijgt. En daarnaast ga ik jullie laten zien waar ik in ga investeren deze maand. Eerst ga ik jullie even laten zien hoeveel je dus precies kan verdienen met elke type lening. En hier zie je al een rekenvoorbeeld staan met 1000 euro inleg bij groep A. Verdien je dus 50 euro in 6 maanden tijd, wat 5% is. En bij lening type B is dat 90 euro, oftewel 9%. Je kan die bedragen ook aanpassen, zodat je weet hoeveel jij krijgt op jouw investering. En dan kan je precies zien hoeveel je daarmee kan verdienen. En wil je kijken voor de lange termijn, dan kan je dat ook doen. Dan klik je hier simpelweg op de long term calculator. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen hoeveel jij in het begin investeert aan eerste inleg. Stel je begint bijvoorbeeld met, nou ik zeg even 100 euro en je doet elke maand 100 euro. Dan gaat hij dit even laden en dan laat hij precies zien hoeveel je verdient over 10 jaar tijd. En hier zie je dus wat je zou verdienen na 10 jaar tijd. Normaal gesproken als je gaat inleggen, dus 100 euro in eerste investering en daarna nog 100 euro per maand. Dan zie je dus dat je na 10 jaar 12.100 euro hebt. Dat klopt, want ja, 10 jaar lang, 12 maanden, elke maand 100 euro. En dus ook die eerste 100 euro inleg heb je 12.100 euro. Maar als je dat investeert bij Scramble zit je dus bijna op het dubbele in 10 jaar tijd. Wat heel flink is. En het is natuurlijk zo dat als je met groep B investeert dat zelfs nog hoger kan zijn. Maar dit geeft je even een kort beeld bij hoe interessant het kan zijn en hoe rendabel het kan zijn om te investeren bij Scramble. Nou, hier zie je even mijn dashboard op Scramble. Ik ben ingelogd en dan heb je heel mooi wat statistieken en wat cijfertjes die je kan terugvinden. Zoals je kan zien heb ik op dit moment 866 euro op mijn account staan. Ik heb in totaal 800 ingelegd. Dan zie je dat ik nu nog 600 heb geïnvesteerd en 257 euro aan cash heb. Dat komt omdat ik 200 euro bij heb gestort en die 57 euro had ik weer teruggekregen van een eerdere investering. Ik heb dus nu in totaal met 600 euro investeringen eigenlijk 66 euro winst gemaakt in een half jaar tijd. Wat dus best wel flink is en dus 10% in bij iets meer dan een half jaar tijd in 8, 9 maanden ongeveer. Nou, als we verder kijken zie je weer nog even de type leningen die ik heb. Ik heb alles in groep A zitten. En verder de invite a friend en andere interessante zaken. Nou, ik ga dus even dit geld investeren. Dus ik ga even naar investing en dan gaan we deze ronde investeren. Nou, zoals je kan zien, ik neem het op echt op het moment dat de ronde begonnen is. Dus er is nog niet geïnvesteerd, maar dat gaat soms wel heel snel. En vaak zitten de rondes vol tegenwoordig. Dus ik ga nu investeren. Zoals je kan zien, het kan tot 17 augustus. Deze ronde, dus tot halverwege de maand. En er is ruimte voor 267.000 euro om te investeren. Oh, zoals je ziet, hij update nu. Wat ik al zeg, ik zit net op de pagina, hij is net vernieuwd. Dus je ziet dat het al flink losgaat in het begin. Dat is altijd zo, die eerste paar dagen gaat het heel hard. Dus ik ga even zeggen, join the round. En dan gaan we investeren. Ja, continue. Zoals je ziet, zit ik nu op de investingpagina waar ik dus mijn geld kan investeren. Mocht je dat nou ook willen doen, dan kan je dat dus op deze pagina doen. En dan kan je dus per groep kiezen hoeveel geld je wil investeren. Je kan dus ook een deel in groep A en een deel in groep B doen. En wil je nou zien welke bedrijven er nou precies in de groep zitten, dat kan je dan doen via de Brands Gallery pagina. En hier zie je dus precies welke bedrijven er in de groep zitten en dan kan je dus wat meer onderzoek doen naar die bedrijven. Nou, wat ik ga doen, ik ga hier 210 euro in groep A doen. Zoals je ziet, cash balance naar groep A. Oh, 210 zeg ik. En ik ga de overige, ja, 45 euro die ik heb, 47 euro, ga ik in groep B doen, wat kleiner bedrag, om het risico wat kleiner te houden. Nou, dan gaan we naar de volgende stap en dan zeg ik dat ik akkoord ga. Ik zeg save settings en dan gaat u nu even laden en dan gaat u dat geld in die groepen investeren voor mij. Zoals je kan zien, de investment strategy is successfully confirmed en ik heb nu mijn geld erin gestoken. Dat kan je dus ook terugvinden hier, de standard strategy, en dan zie je dus precies hoeveel ik heb in de groep heb gestoken per ronde dus, of per groep eigenlijk, groep A en groep B. Goed om te weten is dat het heel hard kan gaan met die groepen. Zoals je ziet, 50.000 euro, de groep is net live. En je ziet staan dat het maximaal 279.000 euro geïnvesteerd kan worden. Dat is zo te zien net nog wat aangepast. Maar dit is dus het maximale in de groep. Dus hij kan heel snel gaan. Ik neem het op de dag dat de groep live is. En je kan tot 17 augustus investeren per ronde. Nou, ik heb het nu geïnvesteerd. Ik kan het overigens ook nog gewoon gedurende de ronde wijzigen. Ik kan het dus nu ook nog wijzigen en aanpassen. Daar bijvoorbeeld alles in aan of minder investeren. Maar voor nu vind ik het een mooie spreiding. Heb ik weer mooi geïnvesteerd voor deze maanden. En dan zit ik voorlopig heel goed met mijn investeringen in Scramble. En ben je naast mijn investeringen in Scramble ook benieuwd naar mijn aandelenportfolio van ruim 41.000 euro? Klik dan op deze video om daarnaar te kijken.